Sandy Gassa op de eerste plaats. Dan Frederik Tipkoskij, tweede. Van Diarmeeën onder de 44 minuten 43-57. Abdi, ja, je bent ruim de beste Nederlander, dat in ieder geval wel. Ja, in ieder geval wel. Ik heb wat fouten gedaan. Ik zat zo lekker in mijn vel eigenlijk dat ik mijn handjes van snel weggooide. En bij de bos was het daar, ik heb spijt daarvan. Maar ja, lekker gelopen, fantastisch parcours, heel mooi, glooiend. Eigenlijk, ik dacht echt dat het echt een zwaar parcours was. Het valt eigenlijk wel mee als je gewoon... ja, met wat hem is een klein broodje, als ik naar beneden ga, dan voel ik dat. Maar verder fantastisch gelopen eigenlijk. En heel mooie wedstrijd. En ja, wel onder de 44. Dat is een heel ander ooit, denk ik. Ja, voel ik wel eens thuis gestaan, ja. Ik ken de omgeving. Ik heb hier vlakbij gewoond, getraind. Dus ik ken elke meter ken ik wel, ja, hier. Het is ook wel iets om vaker te gaan doen, om hier terug te komen, denk ik. Het bevalt je. Oh, zeker weten, zeker weten. Het is zo compact, zo mooi georganiseerd. Echt top wedstrijd.